In mijn vorige video heb ik uitgelegd hoe je een value stream app moet lezen, maken en interpreteren. Ik heb hier zoveel leuke en lieve reacties op gekregen, tot en met selfies van mensen die enthousiast met VSM aan de slag zijn gegaan. Ook heb ik veel vragen gekregen die ik met plezier heb proberen te beantwoorden. De meest gestelde vragen wil ik nog eens in deze video beantwoorden, zodat jij jouw proces nog beter kunt verbeteren. Laten we beginnen! Yo Leanpieps, leuk dat je weer kijkt. Mijn naam is Rick en welkom bij de volgende video van Leanmakers. Het kanaal dat jou helpt om werk werkbaar te maken met Lean. Ben je op zoek naar tips, tricks en advies over Lean? Dan zit je hier goed. En als je in de toekomst niets wil missen, abonneer je dan op ons kanaal. Dan krijg je een berichtje als we nieuwe content hebben geüpload. Heb je nog vragen of opmerkingen? Stel ze dan beneden hier in de comments. De eerste vraag waar ik antwoord op wil geven gaat over flow. Wat is dat nu precies? Als je namelijk value stream mapping googelt, dan kom je die daar helemaal heel gauw tegen. Maar wat is dat en wat kun je hier nu mee? De tweede vraag gaat over cyclustijden. Uh, hoe bepaal je die nu eigenlijk? En uh, moet je die altijd op de werkvloer zelf bepalen of zijn er ook andere manieren? En de derde vraag gaat over wachttijden. Eigenlijk precies hetzelfde als die tweede vraag: hoe kun je die berekenen als je ze niet kunt observeren? Nou, er zijn meerdere manieren voor, zowel voor de cyclustijden als ook voor de wachttijden. En ook daar gaan we uitgebreid vandaag bij stilstaan. Genoeg stof dus om een complete video over te maken. Laten we maar meteen beginnen met de eerste vraag: Wat is flow nu eigenlijk? Om hier goed antwoord op te geven, moeten we nog eens kijken naar de definitie van doorlooptijd. De totale doorlooptijd in een proces die bestaat uit wachttijden en cyclustijden. In een ideale lean-wereld bestaan er echter helemaal geen wachttijden en bestaat de doorlooptijd dus alleen maar uit de som van de individuele cyclustijden. Bovendien zijn deze tijden het resultaat van puur en alleen waarde-toevoegende handelingen en activiteiten. In die wereld gaat dan ook nooit iets fout, afkeer bestaat niet. Verspillingen bestaan simpelweg niet. Als een proces aan deze criteria voldoet, dan is er sprake van flow. Flow is echter een utopie. Een ideale wereld die je nooit kunt bereiken. Een onmogelijke werkelijkheid. Een wensdroom van velen. Maar het kan heel goed een ideaal aanduiden waarnaar gestreefd wordt. Waar we iedere dag proberen iets meer dichterbij te komen. zonder er ooit te zullen geraken. De mate van flow binnen een proces noemen we flow efficiency. En deze kun je uitrekenen als een percentage. Het is namelijk de ratio tussen de totale waarde toevoegende tijd en de totale doorlooptijd in het proces. Waar kon je nou ook alweer heel makkelijk de doorlooptijd vinden aan de wachttijden en de cyclustijden? De lead time ladder in de VSM natuurlijk. Als we voor het gemak en voor dit voorbeeld eens even aannemen dat er binnen de totale cyclustijd van ons voorbeeldproces alleen maar waarde toevoegende activiteiten zitten, en dit is nooit het geval, dan kunnen we de flow efficiency uitrekenen. In de leadtime ladder rechtsonder in de VSM vinden we alle benodigde informatie. We moeten wel nog even de 22 dagen en de 645 seconden omrekenen naar één en dezelfde eenheid. Je kunt de 22 dagen omrekenen naar seconden, de 645 seconden naar dagen of allebei naar uren. Aan jou de keus, zolang beide maar dezelfde eenheid hebben. Als we alles omrekenen naar uren en even aannemen dat er in een werkdag 8 uur zitten, dan wordt de totale wachttijd 176 uur en de 645 seconden totale cyclustijd wordt dan 0,18 uur. De totale doorlooptijd bedraagt dan 176,18 uur. De flow efficiency is dan 0,18 gedeeld door 176,18 maal 100% is 0,1%. Maar wat betekent dat nu? Dit betekent dus dat van de totale tijd die nodig is om een product van zand tot klant te krijgen, maar 0,1% waarde toevoegend is en de overige 99,9% niet. 100% flow is vergelijkbaar met een snellopende rivier. Het product of dienst staat nooit stil en stroomt zonder wachttijden, zonder herstelwerkzaamheden en zonder andere problemen door het proces. Het andere uiterste is dan 0%, zeg maar stilstaand water. Het product of dienst gaat nauwelijks vooruit. Meestal wordt dit veroorzaakt door symbolische rotsen in het water, waardoor het water wordt afgeremd. De rotsen in dit voorbeeld staan dan symbool voor verspillingen in je proces. Des te meer verspillingen in het proces zitten, des te lager is de flow efficiency en des te langer is de totale doorlooptijd ten opzichte van de totale cyclustijd. 100% flow creëren is een utopie. Zelfs meer dan 20% ben ik nog niet vaak tegengekomen. Maar ja, welk percentage is dan goed genoeg? Er bestaan hier eigenlijk helemaal geen richtlijnen voor. En dit verschilt per proces en ook nog eens per industrie. Er is dus niet een sweet spot waar je naartoe wilt streven. En zo moet je dit percentage dan ook niet gebruiken. Het is richtinggevend. Je weet in ieder geval dat een hoger percentage beter is. Dus verbeterinitiatieven die dit percentage verhogen zijn altijd goed. En als je moet kiezen tussen twee initiatieven, dan zou het initiatief dat dit percentage het meest verhoogt, mijn voorkeur hebben. Maar het blijft natuurlijk een balans tussen impact aan de ene kant en effort aan de andere kant. Als de doorlooptijdverkorting je doel is, dan moet je dus zorgen voor een hogere flow efficiency. En dat doe je door verspillingen te elimineren. Dan nu de tweede vraag: Hoe bepaal je de cyclustijden in de lead time ladder van een VSM? Nou, daarvoor zul je toch echt uit je luie stoel moeten komen. Ik weet het, het zal lekker hè? Je zult naar de Gamma moeten gaan en de informatie op de werkvloer moeten gaan ophalen. Maar hoe doe je dat nu? Afhankelijk van het proces waar je de VSM voor maakt, zijn er meerdere mogelijkheden. Te beginnen met de meest logische: je volgt het product van begin tot het eind in het hele proces en noteert de verschillende tijden. In een bakstenenfabriek volg je dan bijvoorbeeld een specifieke badge, in een ziekenhuis de patiënt en bij de hypotheekverstrekker een hypotheekaanvraag. Als je dit namelijk een aantal keren doet, dan krijg je best een goed beeld van de gemiddelde cyclustijden. Je hebt eigenlijk niet meer nodig dan de timer op je telefoon, een pen en papier. Maar pas op, dit ligt natuurlijk wel gevoelig bij de medewerkers en het proces mannen met een baard en een stopwatch op de werkvloer is nou niet iets waar heel veel medewerkers op zitten te wachten. Nee, even zonder gekkigheid. Misschien wel goed om voorafgaand hieraan goed uit te leggen waarom je dit doet en wat je met de informatie gaat doen. Of nog beter, de medewerkers zelf actief betrekken bij het maken van deze VSM en bijvoorbeeld zichzelf te laten timen. Processen met lange doorlooptijden zijn wat lastiger om persoonlijk te volgen en te meten. Uren is misschien nog wel te doen, maar dagen of zelfs weken, ja, dat wordt erg lastig. En ja, wat doe je dan? Nou, dat zou een goede tweede optie kunnen zijn om gebruik te maken van normtijden die ooit uit eerder gedaan onderzoeken zijn verkregen. Maar wees hiermee voorzichtig en neem niet zomaar aan dat deze tijden nu nog steeds kloppen. Verifieer ze. Maak er geen wetenschappelijke studie van. We zijn hier niet op zoek naar drie cijfers achter de komma. Het gaat namelijk om de grote lijnen. Details die komen eventueel in een later stadium. De derde optie die ik ook vaak gebruikt heb, is een datadump uit het systeem. Veel processen worden ondersteund door een computersysteem. ERP, MRP, WMS, TMS en nog meer drie letterlijke acronymen. In veel gevallen worden processtappen met een scantransactie gestart, waarmee een order of batch in het systeem wordt aangemeld. En vaak op het einde nog een scantransactie om af te melden. Deze data wordt opgeslagen in een computersysteem en hierdoor ontstaat een zogenaamde trace, waardoor je precies kunt zien welke datum en tijdstip de order of batch is verwerkt door welke processtap. En zo kun je het product of patch door het hele proces volgen. Deze data is vaak beschikbaar in een data warehouse en die kun je dan via rapportages of een datadump analyseren in bijvoorbeeld Excel. De cyclustijden zijn dan gemakkelijk te berekenen door het verschil te berekenen tussen de startdatum en tijd en de datum en tijd van de gereedmelding. Dan nu de laatste vraag. Hoe bepaal je nu het beste de wachttijden in een proces? Als de cyclustijden bekend zijn, kun je de wachttijden tussen de processtappen achterhalen. Ook hiervoor is niet één manier. De twee die ik meestal gebruik, zal ik hier nu toelichten. Ongeacht welke je gebruikt, in beide gevallen maken we gebruik van de wet van LIL. En in mijn video over doorlooptijd heb ik het al eens gehad over professor John Little aan de Universiteit van MIT, die een relatie heeft ontdekt tussen doorlooptijden en voorraden. Tot de dag van vandaag noemen we dat nog steeds de wet van Little. Deze wetmatigheid veronderstelt dat de doorlooptijd van een proces het resultaat is van de hoeveelheid voorraden in dat proces gedeeld door de output. Klinkt misschien een beetje technisch, maar eigenlijk is het niet zo heel ingewikkeld. In formulevorm ziet het er zo uit: doorlooptijd is voorraden gedeeld door output. Je kunt het vergelijken met de tijd tussen twee tankbeurten in als je met de auto op vakantie gaat naar bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk. Uh, dit is afhankelijk van de hoeveelheid benzine in de tank, zeggens 60 liter, en het verbruik per uur op de snelweg, zeg eens 10 liter per uur. Dan weet je dus dat je na 6 uur rijden weer moet stoppen om te tanken, want het is namelijk 60 liter gedeeld door 10 liter per uur is 6 uur. Nou, zo makkelijk is het. En het maakt echt niet uit of je nu in een fabriek werkt, in een zorginstelling, in een ziekenhuis of... Uh, uh, bij een, of bij een verzekeringsbank. Precies hetzelfde principe kun je hier toepassen. Je zult dus eerst de voorraden in een proces moeten tellen. En in een fabriek is dat wel wat makkelijker, want het zijn de grondstoffen en halve op de werkvloer. Maar in een ziekenhuis zijn dat bijvoorbeeld het aantal patiënten in een wachtkamer of het aantal patiënten in een zorgpad. De twee verschillende manieren onderscheiden zich door de manier waarop de output wordt bepaald. De eerste manier definieert output als de dagelijkse behoefte van de klant en berekent de wachttijd door het aantal voorraden voor iedere processtap te delen door deze dagelijkse behoefte van de klant. En in het voorbeeld wat we al eerder gebruikt hebben, zie je dat er tussen processtap A en B 1202 producten in de tussenvoorraad liggen. En met een dagelijkse behoefte van 198 stuks, dat zie je rechtsboven, uh, van de klanten mag je aannemen dat het dan 1202 gedeeld door 198 zes dagen duurt voordat de voorraad is weggewerkt. Hierin zitten wel veel aannames, zoals een gemiddelde dagelijkse behoefte van de klant, die natuurlijk eigenlijk niet bestaat, want die is nooit perfect hetzelfde iedere dag. Maar ook de aanname dat de voorraden helemaal verbruikt worden. En als je meerdere varianten van één product hebt, is dat misschien ook wel helemaal niet het geval. Maar voor nu is dit goed genoeg. Met dezelfde logica kun je de overige wachttijden berekenen en kom je dus uit op 9, 4 en 3 dagen. De tweede manier is iets genuanceerder en definieert de output per processtap afzonderlijk door de capaciteit van iedere processtap te berekenen. Dus als we hetzelfde voorbeeld van zojuist gebruiken en de formule invullen, hebben we te maken met een voorraad wederom van 1202 stuks. En de output die kunnen we berekenen met de gegevens die in de databox staat. De output is namelijk de hoeveel producten die per dag geproduceerd kunnen worden. En hiervoor hebben we twee elementen nodig, namelijk de beschikbare productietijd en de cyclustijd. En die hebben we al eerder berekend. Zoals je kunt zien, wordt in proces B. In twee verschillende diensten gewerkt en met een beschikbaarheid van 27.000 seconden per dienst en een uptime van 90%, zijn er 27.000 x 2 x 90% is 48.600 seconden beschikbaar per dag om te kunnen produceren. Nou, we maken één product iedere 45 seconden, dus de dagelijkse output is dan 48.600 gedeeld door 45 is 1080 producten per dag. Nu kunnen we de wachttijd berekenen door de formule verder in te vullen. De wachttijd is 1202 gedeeld door 1080 is 1,1 dag. Als je dit voor alle tussenvoorraden in de VSM doet, krijg je 12,4, 4 en 3 dagen. Snap jij hoe ik aan die drie dagen ben gekomen? Hier moet je even opletten: de processtap shipping werkt volledig klantvraag gestuurd. En dus daar gebruik je dan altijd de eerste methode om de wachttijd te berekenen. En dat is de voorraden te delen door de gemiddelde dagelijkse klantvraag. Zo, dit waren de drie vragen. Leuk dat je de video helemaal tot het einde hebt bekeken. Ik hoop dat je weer iets hebt opgestoken over het maken van een VSM. Ik wil nogmaals benadrukken dat dit geen academische exercitie is en helemaal niet de bedoeling is om dit heel wetenschappelijk en met drie cijfers achter de komma te benaderen. Het gaat in eerste instantie om de grote lijnen, waardoor je een algemeen beeld kunt vormen van het proces van je interesse. Details volgen wellicht later. Dus ongeacht welke van de methodes die ik zojuist heb besproken, jij gebruikt, het is altijd goed, zolang je maar bewust bent van de mogelijkheden en bewust bent dat er iets te kiezen valt. Welke keuze voor jouw situatie het beste is? Bepaal jezelf. Als laatste wil ik je nog attenderen op onze VSM-template, die we gratis weggeven met meer dan 30 verschillende iconen, waardoor het maken van zo'n VSM een stuk makkelijker wordt. Ga naar www.leanmakers.nl en vraag hem aan. Heb je nog vragen voor mij of suggesties voor een nieuwe video? Laat dan een bericht achter in de comments, stuur me een mail, app, bel. Het wordt altijd geaudeerd en je krijgt altijd bericht terug. Abonneer je op dit kanaal, dan krijg je altijd een berichtje als er een nieuwe video is geüpload.